De gemeenschap van het bestuursresort Cabalebo in de district Sipaliwini kan meer ontwikkelingen verwachten in de komende periode. Dit zegt Stanley Dijkstil, voorzitter van de presidentiële werkgroep Ontwikkeling Cabalebo. Om dit doel te bereiken heeft de president het werktermijn van de werkgroep verlengd met een jaar. Dijkstil hoopt dat deze presidentiële werkgroep blijft bestaan, omdat er verschrikkelijk veel werk te doen is in Cabalebo. Daarom zeg ik ook, presidentiële werkgroepen zijn er niet om ministeries werk uit handen te nemen, maar om zaken te coördineren, om bureaucratie te voorkomen, om te proberen om hier en daar te trekken om zaken zo snel mogelijk van de grond te krijgen. Want nu in gesprekken met de president, gisteravond, hebben de dignitarissen ook weer een aantal zaken naar voren gebracht. Bijvoorbeeld het zwembad dat daar ligt. Het moet operationeel gemaakt worden. Aan wie moet je vragen? Moet je vragen aan het ministerie van Ros? Moet je vragen aan het ministerie van LWV? Moet je vragen aan... Dus, zegt hij, de presidentiële werkgroep gaat kijken. Breng die drie basjes bij elkaar, of die drie kapiteins bij elkaar en kijk hoe jullie dat kunnen organiseren samen met de CDC, dat het zwembad weer operationeel wordt. Dijkstil benadrukt dat met de aanleg van de weg van Apura naar Nikeri specifieke zaken, zoals het zwembad, geoperationaliseerd moeten worden. Ook geeft hij aan dat de presidentiële werkgroep bedoeld is om zaken vlotter te laten lopen, terwijl geprobeerd wordt de ministeries efficiënter te maken.